Bent u net gestopt met roken? Drinkt u geen alcohol meer of eet u al een aantal weken extra gezond? Dan zullen er zeker momenten zijn waarop u ineens weer snakt naar een sigaret, een vette hap, een pilsje of een stevige borrel. Vaak spelen de omstandigheden een belangrijke rol bij terugval in oude gewoonten. U loopt 3 keer in de week 2 kilometer hard, maar het regent al de hele week. In de pauze tijdens uw werk staat u opeens weer buiten te kletsen met uw vrienden uit het rokersgroepje. Lastig om er dan af te blijven. Op een terrasje in de zon drinkt u nu bronwater of muntthee, maar toch is er een beetje heimwee naar dat pilsje met de portie bitterballen. U rookt al 6 weken niet, u krijgt heftige ruzie met uw partner en voor u het weet bent u zenuwachtig op zoek naar een sigaret. Hoe zorgt u ervoor dat u zulke moeilijke momenten goed doorkomt? Zorg ervoor dat vrienden, collega's en familie op de hoogte zijn, zodat ze u kunnen helpen. U zult merken dat de meeste mensen dat graag doen. Maak bijvoorbeeld afspraken met iemand op uw werk die ook is gestopt met roken. Ga samen buiten wandelen en schuif niet aan bij het groepje rokers. Leg uit aan vrienden dat u geen alcohol meer drinkt. Vraag of ze u daarmee willen helpen door u fris aan te bieden in plaats van een wijntje. Neem een wandel- of hardloopmaatje en spreek af dat de een de ander aanmoedigt als die het dreigt op te geven. Spreek met iemand af dat u mag bellen of whatsappen op het moment dat u het even niet meer trekt. Een goede vriend zorgt er dan wel voor dat u de sigaret laat liggen of het drankje laat staan. Bedenk ook dingen die u goed afleiden op het moment dat u weer wilt gaan roken, drinken of veel vet eten. Ga bijvoorbeeld touwtjes springen. Doe 10 diepe kniebuigingen, ga onder de douche staan of zet een pot thee. Pak een boek, ga op internet, loop naar buiten, ga een stuk rennen of spring op de fiets. Het kan van alles zijn, als het u maar helpt. Maak uw eigen plan en bespreek het eens met uw huisarts of met de praktijkondersteuner. Samen met de mensen om u heen kunnen ook zij u helpen het vol te houden. Zo houdt u een gezonde leefstijl en zit u steeds lekkerder in uw vel.